Ja. Die combinatie. Dat is een supersnelle bij de handje, hè? Heel slim, slim spinnetje. Zo'n Arij, de koning, die had zo'n prachtige tuin. Met allerlei soorten fruitbomen. Mango's, zuurzak, mingel, mispel, noem maar op. Nancy, onze goede, slimme spinnetje, elke dag die liep langs de tuin. En die keek naar de fruitbomen. Oh, wat is zo lekker. Ik wil zo graag zo een van die vruchten hebben. Totdat hij kon het niet meer uithouden. Weten jullie wat Nancy deed? Hij ging stelen. En dat is helemaal niet goed, hè? Nou, het was 's nachts toen iedereen sliep. Shimaria en de kinderen. Ging hij zachtjes de deur openmaken. Hij nam twee grote zakken mee. Hij klom over het hek en ging de tuin in. Met twee grote zware zakken ging hij naar huis. En heel tevreden sliep hij in. De volgende ochtend, de kinderen zagen al de vruchten. En ze begonnen te roepen, papa, amike mispel. Papa, amike shimaruku. Papa, amike mango. Nou, ze werd boos. Die wilde de zweep pakken om de kinderen te slaan. Toen werden ze allemaal stil en toen kregen ze vruchten. Nou, weten jullie wat Nancy daarna deed? Elke nacht ging Nancy weer de tuin in om vruchten te pakken. Totdat de koning Jean Arij het in de gaten kreeg. Hij zei, weten jullie wat hij gaat doen? Ik ga een teerpop maken. Ja hoor, hij heeft het gemaakt. Nou, het was weer 's nachts. Van ver zo zag Nancy die teerpop. Ja, hij dacht dat het een soldaat was. Hé, Abel, kom eens naar. Bye, bye, bye. Maar dat je weer komt, bye. Hij kreeg geen antwoord. Kiko, bondatende. Ik ga je oorwee geven. Boe. Die hand bleef vast. Ik heb een andere hand hoor. Boem. Allebei de handen bleven vast. Kiep het een keer in elkaar. Met een dabelskop. Zoep. Oh. Die voet bleef ook vast. Ik heb nog een andere voet hoor. Bleef ook vast. Ik ga je een kopstoot geven. Boe. Bleef ook vast. Nou, die had alleen nog zijn buik over. Boe. Nancy bleef zo vastkleven aan die teerpop. En toen eindelijk had hij in de gaten dat de koning hem te grazen had genomen. Hij begon te snikken. Oh, Jean Arij. Por favor, pardon, pardon. Vergeef me, nog te hard en nunca más. Ik zal nooit meer stelen. Pardonami, pardonami. Maar de Jean, die zei in de gevangenis. En de Jean die zou hem laten gaan ophangen. De volgende ochtend, wat deed de Jean met de soldaten? Ze lieten Nancy buiten gaan bij al die mensen. We hebben Nancy gepakt, we gaan hem ophangen. Toen ging Nancy weer de gevangenis in. Hij snikte. Oh, jongere, ik heb meer een Shimaria. Ik heb meer een Shimaria. Ik heb meer een miljoen aan mas. Toen zei Jean Arij, oké, het is goed. Toen kwam Shimaria. Shimaria die kwam en zei. Nancy, dat ik je kwijt was. Nancy, wat heb je gedaan? Ach, Shimaria, leg me maar in koze. Vraag me niet hoe ik hierin ben gekomen, maar help me om hierin uit te komen. Luister eens wat je moet doen. Toen zei hij tegen Shimaria, graaf een gat onder het raam van de koning. En dan zet de pegasaaien een van die kinderen erin en dan bedek hem met een gras. En toen fluisterde hij iets heel zacht in de oor van Shimaria. Ze waren net klaar, toen kwamen de soldaten. Ze moesten Nancy weer naar de gevangenis brengen. En toen begonnen ze te omhelzen, tranen in de ogen. Shimaria zei, oh Nancy, ik vergeet hem nooit. Die nacht kon Nancy niet slapen en de koning ook niet. Bij het aanbreken van de dag, wat gebeurde er? Nancy en al die andere mensen en ook Jean Arij hoorden iets. Si Nancy, wordu mata. No sin segura. Si Nancy, wordu mata. De koning sprong op. Die werd, wat is dat nou? Die ging kijken bij het raam. Maar hij zag niks, maar hij hoorde wel de stem. Simnasi wordu mata.
de koningin lo muri. Nou, ik zeg je, zie. Nee. De koning die werd zo bang. En hij begon iedereen te bellen in het paleis. Hé, wat is dit nou? Ik weet het niet. En toen hoorde de koning, Sina si waru mata, tambe shong arei lo muri. Hé, snel. Naast, moet erbij snel, want ik wil helemaal echt niet sterven. En zo werd Nancy vrij. Dat was weer onze Nancy, die heeft de koning weer beetgenomen. En toen iedereen weer ging slapen, keek Nancy heel goed rond. Ging snel bij Versailles uit de gat halen en ging rennend naar het huis toe. De volgende ochtend, alle mensen kwamen echt kijken hoe Nancy zou opgehangen worden. Een uur of acht verscheen de koning op het balkon en die zei, ik heb Nancy vrijgelaten, want anders moet ik zelf sterven. Iedereen riep het eerst, leven Nancy! En daarna, leven de koning! De koning die schudde zijn hoofd, maar die zei niets. Die deed, die ging het paleis binnen en deed de deur dicht. Zo heeft Nancy Chong Arai weer beetgenomen. Applaus.